eerste vis alweer van vandaag. De hengel lag een uurtje in, anderhalf, een week gevoerd. Steeds om 5 uur rondgevoerd. Nou, de klok staat op 5. En de eerste, die ging er al vandoor. Dat smaakt dan meer. We gaan even pootjes maken, dan gaat hij weer terug. Zo jongens, tweede aanbeet. We deden run-om-run, dus deze hengel mocht ik pakken, maar helaas, deze vis was toch iets sterker dan verwacht, dus eigenlijk wou Patrick hem pakken, maar hij was toch zo aardig voor mij om deze vis toch af te mogen drillen. Mooie schub van 12 kilo. Ik zal hem even laten zien jongens. Daar hebben we onze krachtpats, een hele lange vis. Maar ja, toch een mooie vis. En Patrick heeft geleerd, hij vist nou niet meer run-om-run, heb ik gehoord van hem. Maar ja, toch twee mooie vissen. Dus wie weet, er komen nog een paar bij. We gaan nog een paar foto's maken en dan mag hij weer terug, deze rakker. Nou, dit is de laatste vis van de sessie, wat we zo denken. Een mooie kleine vis. Ach ja. Elke vis is in deze tijd welkom. Snel de foto ermee, dan kan deze weer terug.